Well, impact investing betekent voor mij dat het gaat over investeren waarbij je niet enkel kijkt naar de financiële return, maar ook naar de maatschappelijke impact ervan. Hetgeen betekent dat indien er een conflict ontstaat tussen financiële en maatschappelijke return, dat je eigenlijk kiest voor de maatschappelijke return. Ik denk dat er een bekommernis is natuurlijk dat het geld goed gebruikt wordt. En ik denk inderdaad dat het aansluit bij een nieuwe manier om naar ontwikkeling te kijken. Het heeft ook te maken met filantropie. Als je de evolutie in onze sector ziet, dan klassiek gezien, wat deden stichtingen? Ze gebruikten de opbrengst van de investering van hun kapitaal om goed te doen, zeg maar. Maar hoe het kapitaal geïnvesteerd werd, dat was terzijde. Vandaag natuurlijk met heel discussie rond duurzaam beleggen verandert dat. Maar ook om een andere reden verandert dat. Men begint in te zien dat je ook je kapitaal kan inzetten om je missie te realiseren. Dus als wij werken in projecten in Afrika, dan kunnen we inderdaad met de opbrengst van ons kapitaal mensen ondersteunen, zonder het geld terug te vragen. Indien we ook investeren in een project, dan realiseren we ook een belangrijke meerwaarde en gebruiken we eigenlijk ons kapitaal tweemaal, als je wil. Steeds meer investeerders hechten naast financiële steun ook belang aan de impact van hun investering in ontwikkelende economieën. Campani is een voorbeeld van een sociaal investeringsfonds waarin zowel NGO's als privé-investeerders participeren. Het verstrekt risicokapitaal aan boeren in frontiermarkten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Omdat die maatschappelijke meerwaarde zo belangrijk is, is het eigenlijk ook heel belangrijk dat wij erin slagen dat die maatschappelijke meerwaarde niet een soort van buikgevoel is of een instinct van ja, dat zal wel en we doen dat voor de better good, maar dat we dat tastbaar kunnen maken. Dat is niet makkelijk. Als we investeren in boeren in het zuiden, dan kan je zeggen van goed, ik ga bijvoorbeeld de boeren die mango's kweken, ik ga een pulp factory opzetten. En dat is toch een meerwaarde, want die mensen kunnen een groter stuk van de waardeketen bij zich houden. Prijzen gaan omhoog. Dat is waar, maar uiteindelijk willen we wel zien dat het leven van die boeren beter wordt. En het leven van die boeren is het inkomen, is de familie van die boeren, is de stabiliteit van die boeren, komen er meer leden naar die coöperatie. Ook Bio, de investeringsmaatschappij die deel uitmaakt van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, kiest al lang voor investeren met impact. Au-delà de la performance financière d'un investissement, nous regardons également la performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance. Pour ce faire, Bio établit une liste d'indicateurs de développement qui peuvent être le nombre d'emplois créés ou soutenus par Bio, le nombre de femmes au travail, non seulement comme employées, mais aussi dans des positions de management. Cela peut être aussi des critères de taxes payées par les entreprises auprès du gouvernement. Cela peut être l'énergie produite pour l'énergie renouvelable. Dankzij die criteria vormt een investering een hefboom voor duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling in groeilanden. Le but de Bio, c'est d'avoir des entreprises qui soient commercialement viables, mais qui respectent également des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, tels que par exemple notre projet au Sénégal, Laiterie du Berger, pour lequel Bio a accompagné depuis 2007 jusqu'à présent, au travers de trois prêts, cette entreprise qui permet au Sénégal de réduire les importations de lait et de permettre d'avoir du yaourt sur le marché local. De jarenlange inspanningen van organisaties zoals Bio en Campani hebben er ook toe geleid dat de zogenaamde ESG-criteria stilaan de norm worden voor duurzame ontwikkeling. Vandaag zie je dat Danone en Mars grote fondsen hebben opgezet voor kleine boeren, omdat zij weten dat hun supply chain enorm gevoelig is en fragiel is als die kleine boeren niet op een correcte manier de cacao kunnen oogsten en de hele supply chain kunnen bevoorraden. En daar zijn een aantal hele mooie studies die aantonen dat als je op voldoende lange termijn denkt, die twee zaken hand in hand gaan. Een duurzaam beleid en een gezond financieel beleid gaan duidelijk hand in hand.